Hallo, mijn naam is Sarah van It's a Sarah. Leuk dat je kijkt. Vandaag is het maandag 8 april 2024 en dit is filmpje nummer 135. Ik ga je vertellen over mijn handwerkperikelen van de afgelopen week. En ik had heel veel handwerkgeluk, dus ik heb leuke dingen om over te vertellen. Ik heb een vest afgebreid en 2 paar sokken, dus dat ging erg lekker. En ik heb ook nog wat andere dingetjes. Ik heb een nieuw werkje opgezet, ik heb een oud werkje afgestoft en nog wat andere dingetjes om over te vertellen. Dus snel beginnen. En ik ga natuurlijk beginnen met mijn vest. Dit is de Otra Worsted Cardigan van Skeender Knits. Een kleurwerkvest voor een worsted weight garen. Ik heb het patroon al jaren in mijn Ravelry bibliotheek staan. Ik weet bijna zeker dat ik het een keer gekocht heb. Ik heb namelijk een aantal patronen tegelijk gekocht van Ellie van Skeender Knits. Wat heel veel knitting designers regelmatig doen is korting geven als ze jarig zijn. Of nou ja, als er een andere leuke gelegenheid is. En ik denk dat ik toen een keertje een aantal patronen van haar tegelijk heb gekocht. Waaronder deze. Het Otra patroon is er in verschillende variaties. Je hebt hem ook in fingering weight garen. Er is ook een pullover versie. En ik weet niet precies wat er allemaal is. Of dat ook in worsted weight is of alleen in fingering weight. Maar ik heb destijds gekozen voor de worsted weight variant. Omdat ik dacht, ja, worsted weight is let lopie. Let lopie is mijn lievelingsgaren. Heb ik ook veel in huis. Dus laat ik een lekker let lopie vest breien. Dat is niet gebeurd. En ik zal je zo vertellen hoe dat komt. Ik had het patroon dus al wel lang op mijn breilijstje staan. Net zoals heel veel andere patronen. En wat mij aansprak in het patroon. Ik had vooral het eerste fotootje gezien. Ik weet niet, ik vond het een leuk model. Het was een druk kleurwerkpatroon, maar wel eenvoudig. Het was all over kleurwerk, dus niet alleen de yoke, maar alles. Daar kan je overigens zelf voor kiezen hoeveel kleurwerk je wil. Je kan natuurlijk ook altijd na de yoke stoppen en even mouwen en een lijf breien. Maar ik vind juist dat all over kleurwerk heel erg mooi. En ik vond ook het model van het vest wel mooi. En de kleurencombinatie zat denk ik een bordeauxrood met een off-white. Vond ik ook mooi. Was niet wat ik ging doen. Dat was eigenlijk de voornaamste reden waarom ik zin had in dit vest. Eind vorige zomer op de Knit & Not leerde ik Antonita kennen. Antonita is de eigenaresse van de online garenwinkel Wol uit het Zuiden. Antonita heeft zowel Nederlandse als Spaanse roots en zij heeft jarenlang in Portugal gewoond. Ze is weer terug verhuisd naar Nederland, maar toen ze in Portugal woonde, heeft ze een aantal jaar geleden het breien ontdekt. En daarmee ook de mooie Spaanse en Portugese garens. En zij is daar zo door gepassioneerd geraakt dat toen ze naar Nederland verhuisde, ze dacht van ja, weet je, ik wil zo graag dat meer mensen deze mooie garens leren kennen in Nederland en in België. En nou ja, waar dan ook. Volgens mij verzendt ze ook buiten Nederland en België. Dus ze is een online garenwinkel gestart met de mooiste wolletjes uit het zuiden van Europa. Allemaal duurzame garens, non-superwash garens, allemaal heel verantwoord gemaakt. Dus dat was heel erg leuk. We ontmoetten elkaar op de Knit & Not en zij vroeg of ze mij een aantal samples, een aantal bolletjes wol mocht toesturen om te kijken of daar wat tussen zat en om wat reclame voor haar te maken. Dus dat heb ik gedaan. Toen ik een aantal weken later, prachtige bolletjes kreeg ik thuis gestuurd in hele mooie kleuren. Toen ik een aantal weken later aan het nadenken was over mijn winterbreilijstje en bij dit vest uitkwam, dacht ik, ja, ik kan het in let lopie breien, maar ik kan ook voorstellen aan Antonita dat we samenwerking doen. Dan kan ik haar wolletje uitproberen en reclame maken voor haar winkel. Nou, dat vond ze een heel goed idee. Dus ik ging in haar collectie kijken. Was ook een van de bolletjes die ze mij toegestuurd had na de worsted weight diktes. En toen kwam ik uit bij Adlana Rustica. Spaanse non-superwash merino wol. Non-superwash merino is anders dan superwash merino. Het is ja, rustieker. Het is niet chemisch behandeld. Maar nog steeds is het wel zacht en aangenaam op de huid. Ik draag het op mijn blote huid. Althans, ik heb een shirtje met korte mouwen hieronder aan. Het prikt niet. Ik merk wel nu ik het warm heb dat ik het wel voel. Ik voel het meer dan wanneer ik mijn superwash merino aan heb. Maar het is, het draagt heel aangenaam. Dus dat is leuk. Het is een woolenspan garen.
One ply, dat betekent dat het één draad is, dat het niet meerdere draden om elkaar heen getwijnd zijn, maar één draad. En dat was ook tijdens het breien. Het breit heel erg prettig en het is een stevig draadje hoor. Het is niet dat het draadje zomaar breekt of zo. Het enige was, ik deed de Soon Bind-off aan de onderkant van mijn borden. En als je dan heel de tijd je draad door de steekjes heen haalt, na een tijdje was het wel klaar. Dat heb ik bij normaal bij garen wat stevig getwijnd is niet, nu wel. Maar dat was niet een probleem of zo. Dit zijn bollen van 100 gram en er zit bijna 200 meter op, 193 meter. En ik was heel erg verrast toen ik ging kijken hoeveel ik nodig had. Ik had voor dit vest in mijn maat 5 bollen nodig. 3 van de hoofdkleur en 2 van de contrastkleur. En toen dacht ik, 5 bolletjes, dat is weinig. En Antonita vertelde mij toen dat dit eigenlijk een soort toverbollen zijn. Ze lijken vrij klein en compact, maar er blijft maar garen uitkomen. Er zit ook heel veel, ja, ik weet niet, dat garen, dat bloemt heel mooi op. Ook het blokken, daar ga ik je straks meer over vertellen. Nou, het een soort toverbollen. En ze zijn ook behoorlijk betaalbaar. Nou weet ik niet de exacte prijs. Ik heb er natuurlijk niet voor betaald. Maar om en nabij de 7 euro. Wat ik in ieder geval wel weet, was dat ik voor de wol, voor dit vest, minder dan 40 euro zou moeten betalen als ik het zelf gekocht had. En dat vind ik niet veel geld voor een duurzaam wollen vest. Helemaal kleurwerk. De rits en het patroon heb ik dan niet meegeteld overigens. Ja, een heel betaalbaar wolletje, dus dat is heel erg fijn. Of ik helemaal fan ben van deze wol, dat weet ik nog niet. Er is namelijk iets bijzonders met dit wolletje. Het is rustiek. En waar je dat met name aan merkt, is dat er nog allemaal strootjes en dingetjes in het draadje zitten. Dus als je aan het breien bent, kom je van alles tegen. En nu ook, nu het gebreid is, zie je dat ook overal zitten. Je ziet hier allemaal kleine strootjes. Dat ook, allemaal kleine strootjes. Nou, een deel van mij vindt dat heel erg leuk, want het geeft een heel natuurlijk gevoel. Ik voel me heel erg verbonden met de schapen waar de wol van afkomt. Alsof we lekker samen hebben geknuffeld. Dat is natuurlijk wol. Als je schapenvacht hebt, zit het ook nog allemaal vol met strootjes en van alles. En ook, dan zit er ook poep en weet ik veel modder in. Nou, dat is bij dit garen gelukkig niet het geval, maar de strootjes wel. Er is ook een deel van mij wat dat een beetje rommelig vindt. Dus ik weet nog niet helemaal, het breide heel lekker het draadje. Het voelt ook fijn. Wel echt als een rustiek garen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat blijven. Het is natuurlijk merino wol. Hoe zachter de wol, hoe sneller het pilt is vaak. Ik heb geen idee hoe dit gaat blijven. Maar dus ik weet het nog niet helemaal. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je het weet. Als je heel erg houdt van gladde wolletjes, dan weet ik niet of dit aan jou besteed is. Maar wat ik wel heel erg leuk vond aan dit garen was dat het echt heel lekker opbreidt en dat het ook enorm verandert na het blokken. Maar eerst wil ik je wat meer vertellen over mijn kleurkeuze. Deze wol is verkrijgbaar in heel veel verschillende kleuren en Antonita heeft dat op haar website gecategoriseerd in verschillende kleurgroepen. Zo heb je er eentje met felle kleuren, met donkere kleuren, maar ook met naturel kleuren. En ik heb uiteindelijk gekozen voor 2 ongeverfde kleuren. Een bruine en in eerste instantie een witte. Een naturel. Dit is de kleurcode BL. Ik weet even niet meer wat die van het bruin is. Ik denk dat je dat op mijn Revelry pagina wel goed kunt zien. Ik was begonnen met het proeflapje breien. En zoals je ziet pakte dat heel mooi uit. Hele mooie kleurencombinatie. Er was alleen een klein stemmetje in mij. Wat zei, nee, het moet niet wit zijn. Het moet zwart zijn. De contrastkleur moet zwart zijn. Toen dacht ik, ja, ik weet het niet hoor. Dus ik breide stug door met het witte. En ja, ik vond het eigenlijk ook gewoon wel heel erg mooi. Maar toch bleef dat stemmetje. Ik denk dat het mijn hart was wat aan het roepen was. En toen dacht ik, oké, nou ja, weet je wat? Laat ik eens even wat uitproberen met zwart als contrastkleur. Ik had niet zwart van dit garen in mijn voorraad. Maar ik had nog wel een DK weight garen in mijn stash, zeg maar, een restje. Ik denk dat het Peer Gynt is.
En daar besloot ik even de kleurencombinatie bruin met zwart te breien. En ondanks dat het echt een heel groot verschil was, hier is het contrast veel groter dan daar. En dit springt er veel meer uit, het kleurwerk, dacht ik toch, ja, het moet zwart zijn. Ik weet niet precies waarom. Misschien omdat ik net al een kleurwerk trui met wit als contrastkleur had gebreid. Ik weet het niet. Het voelde meer alsof het zwart moest zijn. Dus ik bestelde twee zwarte bollen bij. Nou neem ik aan dat die wel geverfd is. Ja, ja, dat zal wel. Dus de zwart is uiteindelijk wel geverfd. Ik ging het proeflapje blokken. En ik was echt verbaasd. Ik weet wel dat blokken altijd een heel positief effect heeft op je breiwerk. Maar ik was verbaasd over hoeveel effect het had. Het was echt, de stof was vrij wobbelig en bobbelig. En toen ik het geblokt had, werd het helemaal mooi. Dit garen, misschien komt dat omdat het een woelenspan is. Ik heb daar nog niet zoveel mee gewerkt. Het werd helemaal één geheel, zoals zo leuk is bij kleurwerk. Hieronder minder, maar dat komt omdat het twee verschillende garenkwaliteiten zijn. Mijn steekverhouding was wel veel te groot, dus ik besloot een naald naar beneden te gaan. Of een halve, dat weet ik niet meer precies. De stof vond ik wel heel fijn, maar ik dacht, ja, als ik dan een vest ga breien en mijn steekverhouding klopt niet, dan wordt het veel te wijd, dat wil ik niet. Dus zonder nog een keer een proeflapje te breien, ben ik gewoon een naald omlaag gegaan. Dat vond ik best spannend, omdat de stof wel echt heel erg veranderde. Maar ik wilde gewoon niet dat mijn vest veel te groot zou uitvallen. Ik heb uiteindelijk mijn kleurwerk gebreid met naalden 4,5 mm. En de rib met 3,5 mm. En ik ben heel blij met hoe het heeft uitgepakt. Het is echt een stuk strakker geworden dan die stof. En zeker toen ik aan het breien was, heb ik af en toe gedacht, oeh, wordt dit wel mooi? Is het niet te strak dat je te dikke draad met een te kleine naald breidt? En dan ook nog kleurwerk, komt dat wel goed? Ik was daar ook een beetje, niet bezorgd. Ik was heel benieuwd hoe het blokken uit zou pakken. En ik heb ook een klein stukje voor je gefilmd vlak voordat ik afgelopen zaterdag ging blokken. Dus kijk maar even mee. Hallo, het is zaterdag middag, begin van de avond misschien al wel. En ik ben eigenlijk op een verjaardagsfeestje bij de buren. Misschien hoor je wat geroezemoes in de tuin. We zitten gezellig in de tuin. Maar ik wilde heel graag mijn breiwerk afmaken. En dat is niet gelukt voordat ik naar het feestje ging. Dus ik had het meegenomen. Ik heb het net afgemaakt. Toen ben ik snel even nu naar huis gegaan. Want ik wil het blokken. Als ik het nu namelijk in mijn blokemmertje doe, dan kan ik het vanavond voordat ik naar bed ga nog even centrifugeren en te drogen leggen. Dan is het morgen droog. Dan kan ik er morgen de rits in naaien en dan is het maandag klaar. Maar ik wil je even iets laten zien. Dit is namelijk mijn vest. Ik heb echt dit bruine gaar over. Nauwelijks dus. Was echt geluk. En wat ik af moest maken waren deze vliedertjes. Dit zijn de belegjes, de facings voor aan de binnenkant van de rits. Om de stiek en de rits netjes af te werken. Maar waar ik ontzettend benieuwd naar ben, is hoe dit vest uiteindelijk gaat blokken. Hoe de stof verandert. Ik vind het nu namelijk een beetje hobbelig en wiebelig. Maar mijn proeflapje, wat ik geblokt heb, dat hangt beneden. Dat ziet er echt ontzettend glad en anders uit. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat veranderen. En ik kan dus ook niet wachten om het te blokken. Het is wel echt het is een aantrekstofje. Enorme aantrekkingskracht voor pluisjes en hondenharen en alle andere dingen. Maar ja, tijd om te blokken. Nou ja, zaterdagavond voordat ik naar bed ging, heb ik dus nog de boel gecentrifugeerd en op mijn blokmatjes gelegd. En meteen de volgende ochtend toen het weer licht was, kon ik al zien dat de stof veel gladder was dan voor het blokken. Dus ook nu, ondanks de kleinere naald, had het nog wel steeds een heel positief effect. En is het echt gewoon heel mooi
een hele mooie gladde stof geworden. Wat je wel heel goed kunt zien is bij de mouwen dit stukje en hierboven dat stukje. Dat komt deels omdat ik met Magic Loop rij. Ik vind Magic Loop rijden voor mouwen echt het allerfijnst. Als je kleurwerk met Magic Loop rijdt en zeker met zulke dikke draden, dan is de kans dat je die overgang ziet wat groter. Daar zijn allemaal trucjes voor om dat te voorkomen. Maar ik heb er heel bewust voor gekozen om dat niet te doen. Omdat ik gewoon lekker wilde breien. En ik verkoos het comfort van de Magic Loop methode boven al die trucjes. En dat het heel erg mooi werd. Het is ook zo dat ik de mouwen zo geblokt heb. Ja, plat gestreken. Dus het is ook de vouwlijn van mijn manier van blokken. Dus ik denk, naarmate ik het zal dragen, dat het nog wel een beetje zal vervagen, maar niet helemaal. Wat wel leuk was trouwens, de mindering voor de mouwen was anders dan ik hem gewend ben. Normaal gesproken, als je mindert, dan doe ik, en bijna alle patronen zeggen dat, aan het begin van de tour een knit two together en aan het einde van de tour een slip slip knit. Hier maak je een central decrease stitch. Dus je mindert 2 steken elke zoveel toeren met een central decrease stitch. En dat vond ik eigenlijk wel leuk. Want normaal gesproken heb je dus altijd 2 plekjes waarop geminderd is. Aan de zijkant van de naad, zeg maar. Er is niet echt een naad. Maar hier heb je er gewoon eentje in het midden. En dat maakt wel dat je deze lijn wat sterker ziet. Maar ook ja, het kleurwerk wordt sowieso natuurlijk een beetje onderbroken. Als je mindert. Nu is dat bij dit kleurwerkpatroon niet een heel groot probleem. Maar ja, ik weet niet. Ik vond het wel een aangename manier van minderen. Ik moest even zoeken hoe ik het dan precies deed met de Magic Loop methode. Maar toen ik eenmaal dat maniertje had gevonden, dacht ik, oké, ik kan me voorstellen dat ik dit nog eens ga proberen bij een ander patroon. Even denken. Ja, het patroon is dus niet zo als ik hem heb gebreid. Ik heb mijn Sarah sausje erover gegooid. Dat was mijn grote verlangen om dat in 2024 iets meer te doen. Ik wilde heel graag een vest met een opstaande kraag en een rits. Ik heb ooit een van mijn vesten, die had ik vorige week aan volgens mij. Mijn Odo's Pops of Pink heb ik later een kraag langer gebreid. Maar die heeft gewoon maar 1 laag en een knoopsgatenbies. Dus dat flubbigt een beetje. Een paar weken geleden, of misschien al zelfs begin van dit jaar, heb ik het vest voor mijn man gebreid. Die heeft ook zo'n opstaande kraag. En dat was het eerste kledingstuk waar ik een rits aan toevoegde. En dat wilde ik ook heel graag voor mezelf. Dus ik besloot dit patroon van de Ultra Cardigan aan te passen. En er een hoge kraag en een rits aan toe te voegen. Dat is dus niet wat er origineel in het patroon zit. Ik heb voor het vest van mijn man, heb ik uiteindelijk, daar heb ik een paar filmpjes geleden uitgebreid over verteld, maar uiteindelijk heb ik een patroon van Petite Knit gebruikt voor het begin. En dat is de Zipper Sweater Light. Op dezelfde manier heb ik de kraag voor dit vest gebruikt. Ik heb het aantal steken gekozen wat het patroon van de Ultra Worsted Cardigan zegt om op te zetten voor de neckline, voor de neck ribbing. En ik heb toen de instructies van de Zipper Sweater Light gevolgd. En dat ging echt prima. Dat werkte echt heel erg goed. Het enige wat ik heb gedaan, ik heb ook de lengte van dat patroon aangehouden. En ik ben geen man van 1,80 meter. Ik ben pak een beetje 20 centimeter korter. En verhoudingsgewijs is de kraag nu ja, net een beetje aan de hoge kant. Ik denk 1, misschien 2 centimetertjes minder was beter geweest. Desalniettemin, het zit nog steeds echt heerlijk. Het is echt heel fijn dit zo in je nek en het staat zo open. Dus ik vind het geen probleem, maar de volgende keer dat ik zo'n constructie ga doen, ga ik overigens zeker doen. Want ik vond het echt heel leuk en heel fijn om te dragen. Ga ik dat wel iets korter maken. Vanaf het punt dat ik de kraag dubbel had gedaan en dus al die instructies had gevolgd, kon ik in het rond gaan breien. Heb ik de stiek stitches toegevoegd, want dit vest stiekje. Kleurwerk is echt het allerfijnste om gewoon in het rond te breien. En je zet een aantal steken, ik meen 6. Denk het wel. 6 steken zet je extra op. Waar je, als je klaar bent met het lijf, waar je doorheen kunt knippen. En toen ging ik het kleurwerk breien. En dit kleurwerkpatroon is echt heel prettig om te breien. Het zijn hele makkelijke charts.
steeds een stukje wat zich herhaalt. En zoals je ziet zitten er heel veel effen streepjes tussen. Zowel in het bruin als in het zwart brei je tussen elk kleurwerkpatroon een aantal toeren alle steken recht. Ik twijfelde eventjes in het begin of ik dat wel leuk vond, die streepjes. Maar ja, ik denk het wel. Sowieso ben ik echt ontzettend blij met mijn kleurenkeuze, hoe die geworden is. Toen ik aan het breien was, dacht ik af en toe nog van ja, is het contrast niet te laag? Want het is echt zo ontzettend anders dan het patroon bedoeld is. En dan het was met een lichtere kleur. Of ja, je kan natuurlijk ook een hoog contrast als je de hoofdkleur licht doet en de contrastkleur donker. Dat kan ook. Maar dit was een heel laag contrast en daardoor valt het minder op. Het kleurwerk springt er minder uit. En zeker als je dan aan het breien bent, dan kon ik af en toe nog wel eens denken, heb ik hier nu wel goed aangedaan? Maar als ik het dan paste en ik stond een stukje verder van de spiegel, dacht ik, ja, dit is wel wat ik wil. Dit is wel het soort kleurwerkvest wat ik in mijn garderobe wil hebben. Het is namelijk, zeker met die rit, ik denk dat ik het veel als extra wollen laagje gaan gebruiken als een soort jas. Ik draag niet vaak een jas, alleen maar als het heel nat of heel koud is. Maar ik draag liever een vest als jas of een jekje. En dit is op deze manier echt heel aangenaam. En ik denk deze kleurencombinatie is wat minder opvallend, wat makkelijker in te passen. Matcht wat beter met de rest van mijn garderobe. Dus ik ben er echt ontzettend blij mee. Het voelt echt heel lekker. Ik hou ook van donkere kleuren. Dus en juist dat lage contrast, toen het eenmaal klaar was, daar was ik heel blij mee. Maar goed, ik ging dus dat kleurwerk breien. Normaal gesproken brei ik, als ik gesplitst heb voor de mouwen, brei ik mijn bolletjes op en ga ik dan eerst de mouwen breien. Dit waren echter zulke enorme bollen, dat ik gewoon eerst maar het lijf heb afgebreid. En toen de mouwen ben begonnen. Ik was het lijf het lijkt al, dit werkje heb ik een beetje zo erbij gedaan. Ik had heel veel werkjes op mijn naalden de afgelopen maanden, afgelopen weken. En dit pakte ik er af en toe weer bij, maar het lag dan ook weer een aantal weken gewoon stil. Zo ging dat een beetje. En het voelde dus ook een beetje als een eindeloos werkje. Toen ik eenmaal op een bepaald punt was en het ging passen, toen dacht ik, hey, ik heb eigenlijk al wel de juiste lengte gevonden. En dat was heel fijn. Toen ontdekte ik alleen wel dat ik bij mijn onderste stuk van het kleurwerk gewoon een aantal keer dat zwarte streepje was vergeten. Dus toen moest ik nog wel even uithalen en opnieuw breien. Maar goed. De boord heb ik gebreid. Ik heb een Soon bind-off gedaan. Dit is een 1x1 rib. En ik hou van 2x2 rib. Maar zeker voor die hoge kraag dacht ik dat 1x1 rib beter geschikt zou zijn. En dat geeft een mooi fijne afwerking. Dus daar ben ik heel blij mee. Toen ben ik de mouwen gaan doen. Die gingen eigenlijk heel lekker en heel snel. Zeker als je dat hele lijf met die enorme toeren hebt gebreid. Dan schieten die mouwen lekker op. Ik had eerder de juiste lengte bereikt. Ik had toen nog niet het aantal minderingen gedaan wat ik moest doen. Ik moest er nog 2. Dus in mijn eerste toer van de rib heb ik 4 steken geminderd. Ik vind, je kunt die mindering altijd zo lekker verstoppen bij een averecht steekje. Als je 2 steken averecht samenbreidt. Ja, ik weet niet, dat valt altijd wat minder op. Nou, ik heb ook lekker lange boorden gedaan. Ik hou hiervan. En nou ja, het is natuurlijk meer voor de winter dat dit lekker is zo lang. Maar dat je het zo kan doen. En dat je het ook terug kan slaan. Zo draag ik het eigenlijk meestal. Maar als je het koud hebt of als je buiten aan het wandelen bent. Dat je zo lekker over je handen kan doen. Ik hou daarvan. En toen moest ik gaan stieken. Ik heb dat stiekem trouwens al gedaan voordat ik mijn tweede mouw af had. Ik was gewoon heel erg nieuwsgierig en daarnaast wilde ik graag passen. Ik heb dat vorige week gefilmd en gedeeld in mijn Hard Jumping Friday filmpje. Ik heb een betaald abonnementstukje hier op YouTube. In het Engels en in het Nederlands. Dus je hebt dan verschillende levels, zo werkt dat. Voor 4 euro per maand kun je elke vrijdag een Engels filmpje kijken. En voor 5 euro per maand kun je dat Engels filmpje en een Nederlands filmpje kijken elke week extra. En dat is de plek waarin ik je nog meer dieper in mijn handwerkperikelen meeneem en allerlei dingen deel. En dat is ook de plek waar je vragen kunt stellen. Dus hoe ik gestiekt heb, heb ik gefilmd. En als je een vraag hebt over het stieken, dan mag je me die daar ook stellen. Dan vertel ik je er daar meer over. Maar je kunt ook overal op het internet kun je
volgens mij, toen ik net begon met stiekem, kon ik nog niet zoveel informatie vinden. Maar volgens mij kun je nu op verschillende plekken allerlei tutorials vinden. Ik heb geen tutorial gemaakt. Ik vertel gewoon hoe ik het doe, maar het is geen tutorial. Het was voor mij een klein beetje spannend, omdat het stiekem, overigens... het stieken staat in dit patroon niet heel erg uitgebreid uitgelegd. Ik vind het kleurwerk vind ik een absoluut goed kleurwerk als je voor een eerste kleurwerkpatroon, omdat het hele makkelijke charts zijn. Het is heel repetitief, dus het is heel makkelijk om te breien. En zeker ook omdat het worsted weight gaar is, is het ook lekker snel klaar. De stiekinstructies zijn minimaal. Dus ik kan me voorstellen dat dat misschien wel een uitdaging is als je voor het eerst gaat stieken. Ja, het is ook niet heel moeilijk het stieken. Maar ja, dat is iets waar je rekening mee moet houden. Het kan wel, het lukt wel. En zeker met een losse tutorial erbij moet je er wel uitkomen. Maar het staat niet heel erg expliciet uitgelegd in het patroon. Ik ging dus anders stieken. Of nou ja, het stieken, het knippen was wel hetzelfde. Ik heb gezichtzacht met de naaimachine toen geknipt. Maar vooral de afwerking was anders, omdat ik een rits ging gebruiken. Ik wilde heel graag een gebreid belegje aan de binnenkant. Ik hou daarvan. Ik weet dat je het ook heel mooi met een lintje of zo kan afwerken. Maar ik hou heel erg van de basic look. Dat het gewoon met dezelfde wol is gedaan als de rest van het vest. Nu op dit moment. Dus misschien komt er ook een fase dat ik alleen maar leuke lintjes wil. Ik heb ook nog niet echt leuk genoeg lintjes kunnen vinden. Maar ik wilde het liefst dat gebreid hebben. En ook dat heb ik op de manier gedaan zoals in het petit knit patroon staat uitgelegd. Ik was alleen bang dat het een beetje dik zou worden. Omdat bij het vest van een man was het echt heel mooi geworden. Maar dat was maar één laagje, want dat was niet gestiekt. Maar als je stiekt, dan heb je ook nog die eindjes van je stieksteken die je naar binnen vouwt. Dus dat betekent dat je de stof hebt die je hier aan de voorkant ziet. Je hebt een tweede laagje met de afgeknipte stieksteken. En dan het derde laagje wat je gebreid hebt aan de binnenkant. En dan zit er ook nog de rits tussen. Dus het zijn eigenlijk vier laagjes. Ik dacht, ja, wordt dat niet dik? Ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen. Ik had met mijn rits mee, had ik nog wel een soort van noodoplossing mee besteld. Een caperband, wat heel dun is. Ik dacht, nou, als het echt niet werkt, kan ik dat aan de binnenkant naaien. Gewoon bruin even. Maar het heeft wel goed uitgepakt. Het is precies geworden zoals ik het hebben wil. Nee, dat is niet helemaal waar. Er zijn nog wat imperfecties. Maar het was heel fijn dat ik dat van mezelf, dat ik het oké vond, zeg maar. Ik kan echt een enorme perfectionist zijn. En ik merkte toen ik de rits aan het inspelden was en aan het naaien. Bij mijn man is die nog best wel gebobbeld, de rits. En daar ben ik niet helemaal tevreden over. Maar goed, het was ook de eerste keer. Ik had voor zijn vest een metalen rits besteld. Vond ik heel erg mooi. Maar ik heb voor mijn vest heb ik voor een plastic rits gekozen. Omdat ik dacht, ja, metaal is wel echt een stuk zwaarder dan plastic. Misschien kwam het ook wel daardoor. Ik heb zelfs voor het vest van mijn man ook nog een plastic rits meebesteld. Zodat ik misschien dat eventueel nog aan kan passen. Mijn vest is nog steeds wel bobbelig. Maar wel minder bobbelig dan dat van mijn man. Dus het zal enerzijds met het materiaal van de rits te maken hebben. Maar ook zeker met mijn rits innaai skills. Maar wat ik zo... Ik zat daar op het randje van mijn bed gisteren. Zat ik die rits in te... Eerst de spelden. En ik had al geleerd beneden beginnen. Nou, dan had ik dat. En dan ging ik de andere kant doen. Maar wat natuurlijk ontzettend belangrijk was bij deze. Of nou, belangrijk ook nog een grote uitdaging. Is dat het patroon netjes doorliep. Dus dat is ook weer anders dan een effen vest. Dus ja, dan had ik op de ene kant gespeld. En dan de andere kant. En dan zat het toch weer een beetje scheef. En dan was de ene kant weer veranderd. En dan moest de andere kant. Nou, ik bleef wel bezig. Op een gegeven moment dacht ik, ja, nou ga ik gewoon naaien. Ik naai de ritsen tot nu toe steeds met de hand in. De naaimachine durf ik echt nog niet. Ik vind, als ik het met de hand in naai, vastnaai, dan heb ik het idee dat ik het makkelijker een stukje uit kan halen en herstellen dan wanneer ik het met de naaimachine doe. De naaimachine voelt echt heel definitief. En de naaimachine gaat ook vaak iets te snel voor mij. Dat kan je natuurlijk wel snel zelf instellen. Maar dan voor je het weet, dan is het er alweer onderdoor. En daar ben ik nog niet aan toe. Dus ik doe dat met de hand. En ik moet zeggen dat ik dus heel tevreden ben over hoe het gelukt is.
Het enige wat ik hieronder, dit staat open. Ik was me daarvan bewust, maar toen dacht ik, oh, dat is niet zo erg. Eigenlijk heb ik mijn vest net een klein beetje te lang gebreid. Mijn rits is 60 centimeter lang. Ik had op zich hierboven ook nog wel wat over gehad, maar dat heb ik naar achteren gevouwen. Maar ik had hem dus al 3 keer opnieuw ingespeld. En toen dacht ik, ja, nee, ik kan wel bezig blijven. Ik heb ook heel vaak gedacht, oh, ik zou zo graag liever een buttonband breien. Gewoon steekjes opnemen en dan breien. Maar ik realiseerde me ook dat ik dan onderaan de streep misschien net zo lang bezig zou zijn. Alleen dan zou dat makkelijk zijn. Nu was het moeilijk wat ik moest doen. Ik moest echt opletten. Maar het was ook echt, ik dacht, ik ben ook echt aan het leren. Echt aan het oefenen. Maar er was een punt waarop ik dacht, goed is goed. Dan is hij maar niet aan de onderkant helemaal gesloten. Alleen wat ik even vergeten was, is dat mijn vest best wel fitted is. Dus dat het wel echt open gaat staan hier aan de onderkant. Maar ik kon erom lachen. Als ik een gewone bind-off had gedaan, had ik misschien nog een paar toertjes uitgehaald van de rib. Maar ik heb een sewn bind-off gedaan. No way dat ik die uit ga halen in het garen. Dus dat het hier open staat aan de onderkant is voor mij een liefdevolle herinnering dat ik mag leren. Dat ik lerende ben en dat het elke keer een beetje beter gaat. En zo kan ik dat ook echt voelen. Dus dat is, nou ja, als je enigszins bekend bent met perfectionisme, is dat echt heel mild naar jezelf toe. Maar het is ook heel oprecht. Dus dat is fijn. Hij bobbelt ook een beetje. Als ik hem zo hou, is het goed. Ik heb het vest geblokt voordat ik de rits erin ging zetten. Misschien als ik het, als ik mijn vest nog een keer ga blokken en dan echt een beetje zo strak span, dat het iets minder wordt. Ik weet het niet, maar ik vind het oké. Het is prima. En ik ging hem sowieso niet nog een keer blokken voor vandaag. Ik laat het even. Even denken hoor. Ja, ik hou dus heel erg van dit. Mijn grote probleem met kleurwerk, truien en vesten is dat ik dit, als dit dicht is, vind ik het niet lekker. En dit is echt een fantastische oplossing daarvoor. Ik vind het namelijk wel lekker om iets in mijn nek te hebben. Je kunt het ook echt heel lekker helemaal dicht doen. Nou ja, hij is dus eigenlijk 1 of 2 centimeter te hoog. Maar ik kan me wel voorstellen in de winter als het echt koud is en je draagt het zo onder een jas of zo, dat het heel prettig is. Maar het is voor mij ook echt, je kunt natuurlijk ook prima truien maken met de rits tot hier. En je kunt all over kleurwerk kun je maken. Of alleen maar aan de onderkant kleurwerk. Dit is absoluut zeker niet het laatste kledingstuk wat ik op deze manier gemaakt heb. Ik wil heel graag dus nog een keer iets met een rits alleen tot hier. Zodat je die open nek hebt. En ook nog een keer een vest. Dat ritsen innaaien wil ik blijven oefenen. Dus de rits heb ik overigens nog 2 extra ook gekocht. Die hier? Nee. Omdat ik bestel mijn ritsen bij fourniture.nl. Ik ben een aantal keer in de wolwinkel hier in de stad geweest. Maar daar hebben ze dan niet die lange ritsen op voorraad. En ik hou ook helemaal niet van naar een winkel gaan. Dus ik heb ze bij fourniture.nl besteld. Maar het is best lastig om te weten. Ja, ik heb ook elke keer een grove rits mee besteld. Dit is grof, denk ik. En ook extra grof. En dat is dan toch weer een beetje te. Maar goed, ik denk dat ik ze uiteindelijk toch wel allemaal ga gebruiken. Dus ze zijn ook niet goedkoop. Of ja, volgens mij tussen de 8 en de 10 euro dan. Maar het is wel belangrijk dat je een fijne rits hebt. Later dacht ik ook nog, het misschien ook best zwart kunnen zijn. Maar ik denk toch dat ik blij ben met het bruin. Even kijken hoor, in mijn handwerkboek of ik nog iets. Ik had helemaal geen pagina voor mijn handwerkboek gemaakt in mijn van mijn vest. Dus dat heb ik vanochtend zitten doen. Ik heb dit keer de aquarelpotloden maar even overgeslagen. Mijn vest is wel iets kleiner uitgevallen dan het was. Ik weet niet precies wat de borstomtrek van maat 2 uiteindelijk moest zijn. Ik denk 87 centimeter of zo. Voor mij is het 84 centimeter. Ja, verder staat hier nog allemaal informatie voor mezelf. ...441 gram, inclusief rits, is mijn vest. Nou, is echt weinig, hè? Oh ja, de mouwen brei ik altijd op een naaldje groter. Dus ik heb mijn lijf helemaal op 4,5 mm gebreid. Ook, want het is niet allemaal kleurwerk dus. Die effen streepjes zijn gewoon, gewoon met 1 draad gebreid. Maar ik heb alles op dezelfde naald gebreid. En voor mijn mouwen ben ik een halve naald omhoog gegaan naar 5 mm naalden.
Dat werkt altijd het best voor mij, omdat het zo klein is, heb je toch een iets andere steekverhouding. Je breidt iets strakker, althans ik. En dat werkt echt heel erg prima. Ja, ik heb wel alles verteld wat ik wilde vertellen. Mijn vest is dus 61 centimeter lang, van hier tot daar. Dus dat betekent de volgende keer, als ik heb nog een rits van 60 centimeter liggen. En met die 1 centimeter die hier dan minder gaat, dan wordt dit ook opgelost. Dus dat gaat helemaal goed komen. Het lijkt me ook een heel leuk patroon voor je restjes. Dat je 1 hoofdkleur hebt en dat je elk kleurwerkje met een andere restjeskleur doet. En ja, ik kan me voorstellen dat ik dit vest nog een keer ga maken. Ik vind het model heel erg fijn. En ja, het was een leuk patroon om aan te werken. En ik vind ook dit heel erg leuk. Dus ja, ik ben er ontzettend blij mee. Ja, het voorjaar en de zomer komt er nu aan. Maar nogmaals, ik kan het prima dragen als extra laagje. Dus, en zeker ook al mijn ledlopiewolletjes. Die zijn echt kriebelig. En ik denk dat dit prima kan. Lijkt me ook een heerlijk campingvest. Zo voor koude kampeeravonden. Dus ja, ik ben zeer tevreden met dit vest. En ik kan het absoluut aanraden. Maar ik ga het nu wel uitdoen. Zo, dat is beter. Wel een iets saaiere outfit. Niks gebreids nu. Maar dit is echt wel, denk ik, een van mijn favoriete zomeroutfits. Mijn zomeruniform. Gewoon een zwart shirtje met een linnen rok. Daar voel ik me heel prettig in. Dus ja, dat gaan we de komende maanden weer veel dragen, denk ik. Ik heb nog iets afgemaakt. 2 dingen. Als eerste deze. Dit zijn dikke restjes sokken. 2 soktubes. Die zijn voor in mijn cadeautjesmand. Ik heb heel veel restjes sokkenwol. En ik heb ervoor gekozen om steeds 2 draadjes samen te breien, zodat dit dikke sokken worden. Ik wil namelijk heel graag een cadeautjesmand gevuld met zelfgebreide dingen. Ik heb al een aantal jaar, zo in december rond kersttijd, met name rond kerst, dat ik denk van oh, hoe fijn zou het nou zijn als ik voor mijn kinderen en mijn man en hun vriendjes en vriendinnetjes, als ik dan gewoon, en misschien nog wel voor meer van mijn familie, zo lekker sokken uit kon delen bijvoorbeeld. Zo die kerstvakantie is echt zo'n ultiem moment dat je zo van die lekker warme huissokken of een muts of handwarmers. Maar meestal bedenk ik me dat zo, ja, op het moment dat we de kerstboom zetten, iets na half december. En dan moet ik ook altijd heel streng zijn tegen mezelf en denken, daar gaan we nu niet meer aan beginnen. Dat heb ik vroeger nog wel eens geprobeerd, maar dat niet. Maar dit jaar wil ik dat dus anders aanpakken. Ik wil gedurende het hele jaar een soort cadeautjesmand, of eigenlijk een cadeautjesbak, wil ik vullen met allemaal handgebreide dingen waar ik gedurende het jaar aan werk. En ik heb gekozen om soktubes te breien. Ik heb nog geen idee hoeveel ik uiteindelijk ga breien en aan wie ik het dan wil geven. En op deze manier kan ik op het allerlaatste moment bepalen voor wie ze gaan worden en de hiel op de juiste plek inbreien. Het is sowieso, het gaat wel voor een dame worden. Ik heb een heel sterk vermoeden dat deze voor mijn jongste dochter gaan worden. Want ze gaan wel smal. Ze zijn wel aan de smalle kant. Ik pas ze ook hoor. Maar ik denk dat het toch misschien wat beter was geweest om 4 steekjes extra op te zetten. Ik zal even spieken hoeveel ik dan heb opgezet. Ik heb ze gebreid op naalden 3 mm. En ik heb 48 steken in totaal opgezet. Dus ik denk voor van die lekkere slobberende huissokken dat misschien 52 beter zou zijn. Ja, ik heb van teen naar been gebreid. Nou ja, goed, nogmaals, de hiel overgeslagen. Een achteraf hiel kan je echt heel makkelijk later op de juiste plek maken. Door gewoon 1 draadje in te knippen en dan voorzichtig die steekjes los te halen. En dan een achteraf hiel te breien. Daar kun je ook uitgebreid tutorials van vinden op het internet. En ik heb steeds streepjes van 5 toeren gebreid. Ik heb ervoor gekozen om voor de tenen en de boorden dezelfde wol te gebruiken. En deze 2 bolletjes die bewaar ik ook met deze sokken.
Ik heb een bruin wolletje en een zwart wolletje. Die bewaar ik ook met de sokken in de cadeautjesmand, zodat ook de hielen dezelfde kleur kunnen krijgen. Ja, ik vind ze echt ontzettend leuk geworden. Ik wil heel graag voor mezelf ook zo'n lekker dik paar restje sokken. Wat ontzettend lang is, dat je dat lekker kunt slobberen. En dat het echt zo'n lekker knus gevoel geeft. Dus ik denk dat ik snel nog een paar ga opzetten. Echt heel, heel erg leuk om te doen was dat. Dus, die zijn klaar. Of althans, voor nu. En gisteren heb ik ook voor mezelf nog een paar lekkere, langere slobbersokken afgemaakt. Dat zijn namelijk deze. Deze sokken heb ik gebreid met een streng sokkenwol die ik in november 2022 voor mijn verjaardag heb gekregen van mijn kinderen. Het is een merino sokkenwolletje van Atelier Sopra in de kleur chocolate. Nou ja, bruine chocola. Ja, dat is de kleur voor Sarah. Dat dachten mijn kinderen blijkbaar ook. Ik wilde er een speciaal werkje van maken en daardoor bleef het een beetje liggen. Ik dacht, ik ga hier mooie kabelsokken van maken of zo. Nou ja, uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Toen wij afgelopen november, dus een jaar later, naar Praag gingen, dacht ik, nou, dit lijkt me een goed moment om nu de sokken op te zetten. En in eerste instantie begon ik met de sokken met een half brioche stitch. Dat, ik was geïnspireerd door het patroon van de Drow Socks uit het boek van Laine. 52 Weeks of Socks Volume 2. En daar was ik in eerste instantie mee begonnen. Ik was al voorbij de hiel. Maar ze waren veel te los. Die brioche steek was vrij los. Ik had ze ook gebreid op naalden 2,25 mm. Nou ben ik een losse breister. Ik brei mijn sokken altijd op 2,25 mm. Dat is op zich prima. Maar met name bij de hiel. Ik gebruik heel vaak de Shadow Wrap Short Row Heel. Als ik dan heen en weer ging breien, vond ik het altijd een beetje losjes. Nou, Elske van bij Elske op Instagram en ook op YouTube vertelt altijd in haar filmpjes dat zij haar sokken breidt op 2 mm naalden. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik dat ook maar eens gaan proberen. Dus dat heb ik gedaan en dat heeft bij deze sokken heel erg goed uitgepakt. Ik vond de brioche steek, de half brioche steek, heel leuk om te breien en heel mooi. Maar het was toch iets... Ja, ik weet het niet. Ik wilde iets meer basic. Ik vond het toch nog een beetje rommelig. Ik was toen ook aan het breien aan de... Hoe heet die ook alweer? De Arctic Light Sweater van mijn jongste dochter. En die had Twisted Rib Stitch. Toen dacht ik, oh ja, ik was helemaal niet zo'n groot fan van de Twisted Rib. Op een of andere manier heb ik in mijn hoofd opgeslagen dat die niet zo lekker breidt op de manier waarop ik brei. Maar dat is helemaal niet waar. Ik brei mijn averechte steken anders, verdraaid. Maar ja, als je de twisted rib, je doet de rechte steek, steek je in het achterste pootje in plaats van het voorste pootje. Dat is alles. Dus ik weet niet waarom ik dat zo onthouden heb. Het was eigenlijk heel leuk om ze te breien. En ik ben ook heel erg blij met hoe het eruit ziet. Mijn gewone 1 recht, 1 averecht kan nog wel eens wat rommelig zijn. Oh ja, dat was het. Ik was op de website van Petite Knit aan het kijken. En ik kwam uiteindelijk een patroon tegen van witte sokken. Het zou kunnen dat het Mary Jane sokken heette. Weet ik niet zeker of ik dat goed heb onthouden. Maar het waren witte sokken. Hele lange. Met 1 recht, 1 averecht. En ik werd heel erg... ik was heel erg gecharmeerd door de basic look van de sokken. En toen dacht ik, oh ja, ik wil gewoon ook hele eenvoudige sokken zonder een al te ingewikkeld patroon. Alleen mijn 1 recht, 1 averecht is altijd zo slordig. Dan heb ik van die dansende steekjes. Dus vandaar de Twisted Rib. Nou, ik ben heel blij. De Twisted Rib geeft het ook echt een beetje een lekker gevoel. Heel fijn. Ik heb wel... 60 steekjes opgezet, omdat ik dus met 2 mm brei in plaats van 56, wat ik normaal gesproken doe. Ik denk dat dat een goed idee was. Ook omdat ze nu om mijn been nog wat losser zitten. Ik kan ze helemaal optrekken naar boven om mijn been heen. Maar dan knelt het wel een beetje om mijn kuit. Mijn kuiten, ik heb denk ik smalle enkels, wat bredere kuiten en dan gaat het weer zo. Ja, dat is misschien heel overdreven voor hem, maar... als ik ze dan halverwege mijn kuiten, dan zitten ze een beetje strak. Maar als ze dan weer naar boven gaan eroverheen, dan gaat het wel goed. Ik draag ze niet als kniekousen. Ik vind het heel lekker om ze om mijn enkels te hebben slobberen. Ik brei mijn sokken eigenlijk... Ik heb wel een aantal paar lange sokken, maar eigenlijk bijna nooit zo lang, omdat ik beenwarmers draag.
Maar in deze tijd van het jaar draag ik geen beenwarmers omdat dat te warm is. En dan mis ik altijd iets om mijn enkels. Dus het is heel fijn. Ik heb ineens weer heel veel liefde voor extra lange sokken. Dus ik ga de komende paar sokken die ik voor mezelf ga breien, ga ik allemaal lekker lang breien. Daar heb ik heel erg van genoten. Ik heb ervoor gekozen om het boordje. Ik dacht, wat doe ik daar nou mee? Ik weet niet of je dat goed kunt zien. Ik denk het wel. Om weer zo'n soort vlechtje. Zo'n Latvian braid-achtig. Ik weet dus niet of het echt zo is. Iemand heeft me ooit een filmpje op Instagram doorgestuurd. En het is een heel fijne manier om makkelijk zo'n die steekjes horizontaal te krijgen. Je breidt twee steken en dan wissel je ze om. De voorste, je kruist ze eigenlijk en dan breid de tweede nog een keer. En dan krijg je zo'n lekker randje. Er zit ook echt stretch in, omdat je die steekjes dubbel breidt. En dat geeft gewoon een leuk detail, een leuke overgang. Ik heb toen even gedacht, volgens mij ook geprobeerd om gewoon de boord met één recht, één averecht te doen. Maar dat vond ik niet mooi, dus ik heb ook gewoon hier weer twisted rib gedaan. Het gewoon door laten lopen, maar alleen dat hier een randje zit. Het lubbigt een beetje, dat komt omdat ik ze zo uitgetrokken heb om mijn kuiten heen. Maar aan mijn voet zie je dat niet. Ik heb ook de sokken met de Sewn bind-off afgewerkt. Omdat ik de extra stretchy bind-off een beetje te losjes vond. En dit lijkt perfect te zijn. Volgens mij is het mijn eerste paar sokken waarbij ik dat gedaan heb. Weet ik eigenlijk niet zeker. Toen ik de sokken ging breien, heb ik 14 steken opgezet. Ik heb toen gemeerderd om de naald naar 30 steken, ja, want ik heb er 60. Nou, dan brei ik altijd, als ik klaar ben met meerdere, brei ik eerst altijd nog 10 toeren alle steken recht. Anders vind ik de teen te kort. Als ik meteen al, als ik het juiste aantal steken heb bereikt, aan het patroon ga beginnen, dan heb je zo'n heel klein teentje. Dat heb ik vroeger wel eens gedaan. Ik weet niet, ik vind het mooier als mijn teen wat langer is. Dus na 10 toeren ben ik met het patroon begonnen. En in dit geval was dat dus het twisted rib op de bovenvoet. Onderaan de voet niet, want daar, ja, dat is fijn als dat glad is. Ik wilde die twisted rib beginnen en eindigen met een averechte steek. Zodat dat mooi hier aan de zijkant overliep. En daarvoor moest ik mijn steken, ik brei magic loop. En daarvoor had ik aan de achterkant, dus de onderkant, had ik dan 29 steekjes. En aan de bovenkant 31. Zo kon ik dus beginnen met een purl stitch en eindigen met een purl stitch. Nou, toen heb ik de hiel gebreid. En ook na de hiel brei ik altijd eerst weer 10 toeren aan de achterkant gewoon alle steken recht. Zodat, ja, dat hoort ook nog een beetje bij de hiel. Als je direct al hier begint met het patroon breien, dan, ja, dit stukje valt vaak nog in je schoen. Dus eerst een stukje gewoon nog tricot steek is wat gladder en fijner. En toen ben ik begonnen met de twisted rib helemaal rondom breien. En toen heb ik dat, even denken hoor, heb ik dat averechte steekje terug gedaan? Nou, weet ik eigenlijk niet meer. Nou ja, het maakt ook niet zoveel uit, want je komt dan gewoon toch wel uit. Dus, ik heb de toeren van het been niet geteld, van de voet natuurlijk wel. Ik heb daarvoor mijn voetje gebruikt, wat ik ooit maakte voor de Fish Lips Kiss Heel. Daar zit een heel stappenplan bij, hoe je zo je afmeting van de kartonnen voet en waar je dan je heel moet beginnen. Dus die heb ik daarvoor gebruikt, omdat ik normaal gesproken altijd een vast aantal toeren had, maar ook met een andere maat breinaald. En nu was ik met een 2 mm aan het breien en toen moest ik ook echt eerder beginnen. Ik weet het eigenlijk niet meer. Even kijken hoor, wat ik hoeveel toeren ik voor de voet heb gebreid. Dat heb ik er niet bij staan. Oh. Nou, dan hoop ik dat ik dat wel op mijn Revelry-pagina heb staan. Want ik heb ik dacht 50. Maar dat weet ik niet meer zeker. Ik heb trouwens een ontzettend leuk tekeningetje gemaakt. Ik probeerde de Shadow Wrap Short Row heel te tekenen. Maar mijn ene sok is heel... Mijn dochter zei, wat is dat? Een wand? ja, zo dan. Daar leek het natuurlijk meer op. Maar ze zijn even lang, de sokken. Niet op mijn tekening, maar wel in het echt. Ik heb van tevoren heb ik die streng van 100 gram in twee mini yarn cakes van 50 gram verdeeld. En ik heb het gewoon bijna helemaal opgebreid. Bij de eerste sok een beetje op gevoel. En bij de tweede sok
Ik heb niet de toeren geteld, maar ik heb hem gewoon naast de eerste sok gelegd. En ik heb ook nog wel een stukje over voor in mijn Northeasterly blanket, dus dat is fijn. Dus ja, heel blij met deze slobbersokken, die ik niet ga blokken, want ik vind ze zo al mooi. En die ik gewoon lekker meteen ga dragen als het 's avonds wat kouder is. Ja, was fijn. Nou ja, zo ben ik dus de afgelopen week echt lekker bezig geweest met het wegwerken van alles wat er op mijn naalden stond. Ik had op een paar weken geleden echt best wel veel werkjes tegelijk op mijn naalden. Het is heel lekker om dat, het een na het ander weg te werken. Ondertussen kriebelt het heel erg om nieuwe werkjes op te gaan zetten. Maar ik wil nog eventjes die afrondkracht vasthouden. Dus we gaan nog even lekker door. Ik heb nu dit werkje gekozen om mijn focus op te zetten. Mijn aandacht aan te geven de komende week. Dit is mijn Ariana sweater. En dat is gebaseerd op het patroon van de Ariana cardigan. Ik ga er een trui van maken en ik ben klaar met het haken. Het wordt een korte trui. Het enige wat ik nu nog moet doen is draadjes wegwerken. En dan de boorden breien aan de mouwen, hieronder en bij de hals. En ik heb echt wel goede hoop dat me dat deze week wel gaat lukken. Dus dan zou ik misschien volgende week weer iets af hebben. Dit is wel echt ook met gehaakt met Lopi Einband. Dat is echt een rustiek garen. Dus waarschijnlijk gaat hij meteen mijn bak met winterkleding in. Zodat ik komend najaar een fijne nieuwe trui heb. Want ik denk niet echt dat ik die nu ga dragen. Ik weet het niet zeker. Ik heb ook nog, die kun je denk ik niet zien. Ik heb ook nog mijn restjes trui, mijn scrappy curl sweater, heb ik op mijn naalden staan. Daar heb ik al een hele tijd niks aan gedaan, maar die ga ik dus ook bijna afmaken. En dat is echt het enige. Daarnaast heb ik nog dekens, maar die tellen nooit echt mee. En dat betekent dat mijn naalden bijna klaar zijn en dat ik mag gaan nadenken over nieuwe werkjes. Oh nee, ik heb wel iets nieuws opgezet. Ja, dat komt dadelijk. Mijn Senna cardigan van mijn testknit voor de Crayabea podcast. Daar ben ik nog niet aan begonnen. Ik denk dat ik ook komende week misschien aan het proeflapje ga beginnen. Of misschien wacht ik nog tot volgende week. Ik ga eventjes kijken. Ik heb een nieuw werkje opgezet. Uiteraard een konijn. Na mijn enorme konijnengeluk van vorige week dacht ik, ja, ik wil zelf ook konijnen. Dus wat ik vorige week vertelde is dat ik mijn eigen kinderen als konijn wilde breien. En daar ben ik aan begonnen. Maar dit wordt wel echt een heel langzaam werkje. Dit is voor nu even mijn konijnenmandje. Ik heb ze ook echt met die fantastische steekmarkeerders van Margreet van Lots of Yarn Love die ik heb gekregen. Die heb ik aan mijn DPN's gedaan, zodat dit de meest schattige breinaaltjes ever zijn nu. Waar mijn hart een enorm sprongetje van maakt. Wat ik van plan ben is dus om alle drie mijn konijnen te breien. Mijn kinderen te breien. En ik ben begonnen met de eerste. Niet bruin, maar beige. Dit was toen de enige kleur die ik zeker wist. Mijn jongste dochter wilde heel graag een konijn in deze kleur. Nou, inmiddels weet ik dat mijn oudste dochter eigenlijk ook graag een konijn in die kleur wil. En dan heb ik nog twee kleuren bruin over. Ik denk dat ik dan de lichtste ga kiezen voor het konijn. Mijn zoon zei, ja, dat maakt me helemaal niks uit. Dus dat ik die dan ga kiezen. Mijn man zei, ik wil ook een konijn. Dus misschien ga ik dan ook nog wel, misschien ga ik er wel vier maken. Of eigenlijk vijf, dan moet ik mezelf ook maken. Maar ik ga beginnen met de kinderen. Ik denk dat ik mezelf elke woensdagmiddag een konijnenuurtje ga gunnen. Het is namelijk zo, mijn man kookt altijd op woensdag. En ja, dat is, vind ik altijd zo'n cadeautje. Ik hou helemaal niet van koken namelijk. Wij koken evenveel overigens hoor. Maar op woensdagmiddag kookt hij. En dan kan ik zo lekker boven gaan zitten met mijn konijnen. Dus dat voelt echt als zo'n cadeautje. Zo'n momentje voor jezelf. Wat dan heel speciaal is. Dus ik denk dat ik dat op die manier ga doen. Mijn plan is om de drie konijnen tegelijk te breien. Ik heb ook echt de aantekeningen in mijn boek zo voorbereid. Dat kan. Mijn konijnenkindertjes. Ik heb namelijk voor het hoofd heb ik drie hoofdjes. Drie bolletjes, al die toeren. Zes paar oren. Dat is het enige wat ik nu gedaan heb. Dus mijn plan is om eerst de drie hoofden en de drie oren te breien. Ik denk dat ik ze dan, als dat af is, wel mag vullen van mezelf.
Ja, dat gun ik mezelf dan denk ik wel. En dan ga ik eerst alle lijven en armpjes en beentjes breien voordat ik die konijn helemaal af ga maken. Dus ik ga het een beetje zo gefaseerd doen. En dat wordt een wat langer project, denk ik, maar dat geeft niet. Het is juist heel leuk om elke week een konijnenuurtje te hebben. En misschien gun ik mijzelf dus af en toe wel zo'n konijnenweek. Dat ik er lekker helemaal in mag duiken. Want ik heb zoveel plezier beleefd aan dat konijn. En mijn nichtje is er echt heel blij mee. Ze vindt hem heel lief, dus dat is heel fijn. Dus ook voor het blauwe konijn kan ik nog wel wat toevoegen aan de garderobe. Dus dat kan ook af en toe zo tussendoor. Dus daar heb ik heel veel zin in. Maar goed, eerst ook nog even werkjes afmaken dus. Dan ga ik zeer binnenkort, denk ik, ook een voorjaars cast-on party organiseren. Marleen van Sunny Seenits heeft me daartoe geïnspireerd. Zij heeft in haar afgelopen filmpje, dat is in het Engels, maar daar vertelt ze meer over haar cast-on party. En ik heb daar in mijn handwerkgeluk filmpjes ook wat meer over gedeeld. Maar ik ben echt ontzettend gecharmeerd van dat idee. Vooral om werkjes die al eigenlijk soms wel jaren in mijn hoofd zitten, ook daadwerkelijk op de naalden te zetten. En dat ik daar dan heel de zomer aan ga werken. En dat ik ze dan uiteindelijk echt een keer gemaakt heb. Dus ik ben heel erg aan het nadenken over wie ik ga uitnodigen op dat cast-on feestje. Daar kijk ik heel erg naar uit. Maar nogmaals, ik heb echt eerst heel veel zin om al die andere werkjes die dus steeds minder worden, eerst even af te maken. Dat voelt ook wel echt heel fijn. Goed. Dan heb ik nog twee dingetjes die ik met je wil delen. Als eerste kreeg ik heel lief een berichtje van iemand op Instagram die zei: Sarah, ik heb een heel leuke nieuwe wolwinkel ontdekt. Zou je alsjeblieft daar misschien een beetje reclame voor willen maken? Want dat gun ik de eigenaresse zo. Dus dat is heel lief. Het gaat om Atelier Bont en Blauw in Zeist. Dat is een nieuw atelier. Dat is een winkel aan huis. Aan het huis van Floor. Floor is de eigenaresse. En degene die mij het berichtje stuurde, dat was Willy. Willy zei: het is zo'n fantastisch plekje en ze heeft me zo goed geholpen en zulke goede tips en zo fijn. En ze verkoopt heel veel fijne wolletjes, waaronder jouw lievelingswol, Sarah, Led Lopi en Alafos Lopi. Ik had het al wel eens lang zien komen, Atelier Bont en Blauw. Als ik het me goed herinner, heb ik ook ooit bij Marleen van Sunny Seenits heel veel toffe knoopjes gezien. Die daar vandaan kwamen. Dus mooie wol en mooie knoopjes. Kun je allemaal vinden in het atelier van Floor. Wat dus in een woonwijk aan huis zit. Dus het zit niet in een winkelcentrum of in een winkelstraatje in Zeist. Willy heeft ook wel het adres met mij gedeeld. Maar ja, het voelt nu, ik weet het ook niet meer uit mijn hoofd. Maar dat kun je vast wel vinden. En je kunt altijd... Floor heeft een Instagram-account ook voor Atelier Bont en Blauw. Je kunt natuurlijk altijd een berichtje zoeken als je het adres niet kunt vinden. Ik weet niet of het op Google staat. Dat komt wel goed. Het voelde ook niet zo goed, omdat het ook een huisadres is, om dat nou hier zo te delen. Maar het is in Zeist. Dus mocht je in de omgeving van Zeist wonen, mocht je van Led Lopi en Alafos Lopi en mooie houten knoopjes en alles wat ze nog meer heeft, want dat weet ik eigenlijk niet precies, maar ik zag een aantal fotootjes en kasten vol met wol, een fijne tafel waar je aan kunt zitten en dus volgens Willy ook hele goede service, dan ga daar zeker even een kijkje nemen. Ik zet het op mijn lijstje. Ik kom niet zo vaak in de buurt van Zeist, maar... Wel heel erg leuk. Ik heb nog wel wat Alafos Lopi op mijn verlanglijstje staan. Dus wie weet. Deze week is het ook Knit & Knot. Een handwerkevenement in Tilburg. Een grote beurs. Nee, het is niet een hele grote beurs. In de Koepelhal in Tilburg. En daar ga ik naartoe. Ik ga daar op donderdag naartoe. Samen met Mirjam van Mirjam Molenbeek. We hebben samen afgesproken. Dus dat is heel erg leuk. De Knit & Knot is echt een hele fijne, leuke beurs. Ik vind de koepelhal, de locatie vind ik heel erg leuk. Het is vlakbij het station, dus heel makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Je kan ook met de auto, die kan je daar ook parkeren. En gewoon gezellig. Heel veel leuke standhouders met mooie wolletjes, handgeverfd, andere dingetjes. Ik ben benieuwd of er ook veel zomergarens te koop zijn. Ik heb al een beetje gekeken wie er allemaal komt. Ik twijfel namelijk nog. Ik heb voor mijn Senna cardigan, ik heb een garen in mijn voorraad. Maar ik twijfel nog een heel klein beetje. Omdat ik ook wel benieuwd ben naar een aantal zomerse garens. En er is nog een patroon wat
ik overweeg uit te nodigen op mijn voorjaarskast on party, waar ik dan ook een zomerscharen voor zou gebruiken. Dus daar wil ik graag even naar kijken. Verder wil ik vooral niet te veel kopen. Ja, ik ga nog een extra 2 mm sokkenbreinaald kopen, als ik die kan vinden. Want ja, ik wil best 2 paar sokken op mijn naalden. En ik heb 3 paar 2,25 naalden, maar eentje 2 mm. Dus, maar ja, sokkenbreien. Ik wil altijd eigenlijk wel een paar sokken op mijn naalden in mijn rugzak hebben. Dus die ga ik kopen. En verder ga ik gewoon vooral lekker kijken wat voor moois er allemaal gemaakt is. En ik ben ook van plan om weer een keertje een beetje te filmen. Dat heb ik de afgelopen paar keer niet gedaan. Heel bewust, omdat ik dat prettiger vond. Maar ik werd van de week wakker. Toen dacht ik, ja, misschien ga ik dat nu wel weer een keer doen. Dus ik ga kijken. Misschien gewoon een kort filmpje op Instagram. Of misschien wat uitgebreider voor in mijn films. Ik weet nog niet wat ik precies ga doen. Maar ik ga het wel proberen. Ja. Maar mocht je ook tijd hebben. Volgens mij is het Knit & Not donderdag, vrijdag en zaterdag. Mocht je tijd hebben en de zin hebben om iets leuks te doen, dan kan ik dit zeker aanraden. Oké, ja, dit was wat ik met je wilde delen deze week. Ik heb heel veel zin om donderdag lekker op pad te gaan. En verder heb ik vooral heel veel zin om lekker te gaan breien. Oh ja, ik wilde ook nog wat zeggen over huiskamervlijt. Misschien heb je het langs zien komen. Ik heb het laatst in mijn filmpje ook al gezegd. Ik heb dus een aantal huiskamervlijtfilmpjes gemaakt. Die zijn eigenlijk vooral bedoeld om een eigen poetslust aan te wakkeren. Ja, ik heb altijd gewoon... Ja, ik ben heel erg geneigd om daar wat van te vinden. Blijkbaar doe ik sommige dingen beter met publiek. Een stukje in mij vindt dat heel stom. Maar ja, aan de andere kant, als het zo werkt, dan werkt het zo. Want mijn eigen poetslust wordt dus heel erg aangewakkerd door het maken van video's. En ja, ik krijg een heleboel berichtjes van mensen bij wie dat ook zo is. Ook mensen die zeggen, Sarah, dit soort filmpjes hoeven niet van mij. Dat snap ik. Kijk ze dan vooral lekker niet. Maar weet dat mijn eigen huis er schoner van wordt. En dat ik er heel veel plezier aan heb, zolang het duurt. En ja, als je niet op een huishoudfilmpje zit te wachten, wat ik me heel goed voor kan stellen, dan gewoon lekker niet kijken. Maar er zijn ook heel veel mensen die er ook poetslust van krijgen. Dus dat is een hele prettige bijkomstigheid. Maar wat ik dus wilde zeggen is dat ik een nieuw huishoudsysteem heb ontdekt. Naar aanleiding van iemand die dat in de comments schreef. Ik denk bij het eerste filmpje of ik weet niet meer precies waar. Ik was altijd heel erg gecharmeerd door het Fly Lady systeem. Maar toch beklijft dat niet. Ik heb mijn huishouden heel goed onder controle op dagelijks niveau. Het is niet zo dat ik per se heel erg van poetsen hou. Als ik kan kiezen tussen breien en poetsen, kies ik liever voor breien. Maar ik weet wel dat ik meer geniet van het breien als mijn huis opgeruimd en schoon is. Dus ik heb een hele strakke dagelijkse routine waarbij ik een opruimrondje heb, de wc poets, ik stofzuig. Nou ja, dat doe ik eigenlijk elke ochtend heel trouw. En die zit er wel echt... ja, natuurlijk is er wel eens een moment dat ik het oversla, maar... in principe doe ik dat elke dag. En als ik dat gedaan heb, dan is het gewoon netjes en schoon. Hè? Oppervlakkig schoon. En dan ben ik blij. En in het weekend deden wij dan, mijn man en ik samen, pakten we even grondig het hele huis aan. En het idee van het Fly Lady systeem is dat je dan elke week een zone centraal hebt staan. Waarin je dan de rest... waarin je dan wat deep cleaning doet. Want, en ja, dat is dus het probleem bij mij. De basis is heel erg goed... Maar als je dan een keukenkastje opentrekt of je doet even zo je vinger over een hoger plankje wat niet op ooghoogte is, ja, dan val ik wel behoorlijk door de mand. Bij tijd en wijlen ben ik daar heel fanatiek in, maar ook heel vaak niet. Dus, en dat is iets wat ik zo graag wat meer ook in mijn routine zou willen hebben, wat meer onder de knie. Dus vandaar dat ik weer die filmpjes ging maken als een soort extra stok achter de deur motivatie. En dat werkt dus wel. Want ik had afgelopen vrijdag, ik had het heel de week al uitgesteld. Toen dacht ik, ja, dan heb ik zaterdag geen filmpje. Het hoefde ook niet per se van mezelf. Maar toen dacht ik, ja, dat ga ik toch wel doen. Toen heb ik dus afgelopen vrijdag nog heel mijn hal staan poetsen. Ja, no way dat ik dat zonder filmpje had gedaan. Dus dankjewel dat ik... nou ja, goed. Dankjewel dat ik dit podium, dat dit er bestaat, dat dit er is. Want ik heb nu een schone hal. Maar wat ik me heel erg realiseerde tijdens het poetsen van de hal, en dat wil ik vandaag even met je delen, is
Bij handwerken heb je, wordt er vaak gezegd, je bent een process knitter of een product knitter. En alles daartussenin, en dat kan verschillen per project natuurlijk, is mogelijk. Maar ik zou mezelf scharen, als ik echt moest kiezen, onder de product knitters. Ik brei vooral iets, of haken kan natuurlijk ook, omdat ik het eindresultaat wil hebben. En natuurlijk geniet ik ook heel erg van het proces, van het maken. Maar ik ben vooral gericht op het eindresultaat. Dat maakt mij heel erg blij. Nou, er zijn ook een aantal werkjes waarin ik vooral geniet van het proces. Bijvoorbeeld mijn Granny Stripes deken. Dus het kan ook nog wel wisselen. Maar onderaan de streep ben ik absoluut een product knitter. Ik realiseerde me tijdens het poetsen ineens dat dat ook geldt voor mijn schoonmaken. Ik geniet meer van het eindresultaat van mijn poetsen dan van het proces. En toen realiseerde ik me ook ineens dat dat eigenlijk misschien niet zo handig is als je in een huis woont met 5 personen en een hond. Wat ik 's ochtends poets is, als ik geluk heb, 's avonds pas weer vies. Maar meestal veel eerder al, omdat of de hond zich weer eens uitschudt of de kinderen thuis. Kijk, ik wil niet in ons huis mag geleefd worden. Bij ons is het niet zo dat je schoenen uit moet natuurlijk. Als je hele vieze schoenen hebt, dan doe je ze uit. Maar er wordt gewoon geleefd in ons huis. En dat zie je ook. Dus dat betekent dat zeker als iedereen thuis is, dat het ook gewoon heel vaak weer een beetje vies en rommelig wordt. En nou houden we dat met z'n allen op zich wel goed bij, maar het kan wel demotiverend zijn. Nou ja, en dat heeft nog niet eens eigenlijk met de gezinsleden te maken. Maar als ik stof in mijn woonkamer, 2 dagen later lijkt het wel weer alsof ik het 3 maanden niet heb gedaan. Dat er weer zo'n laagje stof op ligt. En dat maakt het ook wel een beetje onaantrekkelijk om dat op regelmatige basis te doen. Maar toen ik dus de hal aan het poetsen was en ik was bezig met de muur, onze hond die wil zich nogal eens uitschudden als we in het bos zijn geweest in de hal. Dus daar zit allemaal zand en modder op en die plinten waren heel erg vies. En toen ik dat aan het weghalen was, toen voelde ik ook weer ineens wat poetsen met je gemoed doet. Dat heb ik al eerder gevoeld hoor. Ik ben eerder wel lekker in dat poetsen gedoken. En dan voelde ik dat ook met elk modderspatje, elke zandkorrel, elk spinnenweb wat je wegveegt. Ja, poets je ook jezelf een beetje op of zo. Ik krijg zo'n lekkere, kalme energie als ik gepoetst heb. Daar word ik echt heel blij en gelukkig van. En dat werkt heel erg door in hoe ik mij voel. Ik voel me heel rustig en relaxed. En ja, niet dat ik me normaal helemaal niet zo voel. Maar ja, ik voel me echt zelf ook een beetje opgepoetst. Dus toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk waar ik meer op mag focussen. Ik moet niet denken van, ja, wat heeft dat nou voor zin, het poetsen? Vanavond is het toch een vies. Ik moet gewoon, terwijl ik lekker dat doekje heen en weer aan het doen ben, denken van, oh, wat is dit toch fijn om te doen. Poetsgeluk, ja. En dat voelde ik wel weer een beetje. En dat maakt het dus heel motiverend. Maar ik was eigenlijk begonnen over een nieuw systeem. Iemand had het over Tom. Iemand schreef, en het was denk ik een Engelse reactie. Dus dat, ja, nou ja, goed, doet er niet toe. Iemand schreef, ik was ook altijd fan van Fly Lady, maar ik ben geswitcht naar Tom. Toen dacht ik, Tom, T-O-M, het zei mij niks. Nou, toen ben ik een beetje gaan zoeken en ik kwam op YouTube een video tegen waarin verschillende poetsystemen vergeleken werden met elkaar. En daar kwam ook Fly Lady en ook Tom. Tom is een afkorting van The Organized Mom. The Organized Mom is een dame, ik weet niet eens hoe ze heet, maar een dame uit het Verenigd Koninkrijk. En zij heeft ook een poetsmethode ontwikkeld met een app. En nou ja, je kan er helemaal induiken. En toen dacht ik, weet je, ik heb wel weer zin in eventjes een nieuw systeem. Dus ik heb die app gekocht, die kostte 7 euro. Dat kun je helemaal aanpassen naar je eigen behoeften. Maar het verschil ten opzichte van Fly Lady is dat je hier, je hebt gewoon je dagelijkse routine rondje. Dat zit hier ook in. Dan heb je maandag tot en met vrijdag heb je elke dag een ander stukje van je huis. De woonkamer is volgens mij vandaag aan de beurt. Nou ja, goed, maakt niet uit. Elke dag is een ander stukje van je huis aan de beurt. En je kunt dus of kiezen voor een snel rondje waarin je alleen het hoognodige doet. Of je doet, en dat kost een kwartiertje. Of je doet iets uitgebreider en dan ben je een half uur bezig. Of je doet ze allebei. Dan ben je 45 minuten bezig. Ligt er maar net aan hoeveel tijd je die dag hebt. En 1 dag in de week is je focusdag. En dan ga je dus een bepaalde ruimte in je huis echt een beetje
beter, dat deep cleaning. Dan doe je de binnenkant van je keukenkastjes. Dan doe je die plank waar je normaal niet bij kan. Of wat ik dus deed in de hal afgelopen vrijdag. Het deed mij ook weer realiseren dat het eigenlijk denk ik niet zo heel veel uitmaakt wat voor systeem ik gebruik. Maar dat het gewoon af en toe lekker is om een systeem te gebruiken. En dat het misschien voor mij ook lekker is om af en toe van systeem te wisselen. Daar krijg ik weer een soort frisse energie van of zo. Nou ja, ik ben er nu lekker mee aan de slag gegaan. En ik heb er heel veel zin in. Dus die poetskriebels vallen ongetwijfeld ook samen met de wisselingen van het seizoen. De voorjaarsschoonmaak is een ding. Nou ja, ik geniet er gewoon lekker van zolang het duurt. Het zou fijn zijn als er echt wat dingen beklijven en nog meer in mijn vaste routines terechtkomen. Maar ja, ook als dat niet gebeurt. Ik ben nu lekker bezig. En nu poetsen weer. En het fijne was ook. In het weekend ben je dan vrij. En dat moet natuurlijk ook maar uitkomen met je werk. Of zo. Maar ja, eigenlijk een half uurtje is ook. Zelfs als je werkt. Ja, tenzij je heel druk gezin hebt. Wordt het lastig. Maar zelfs als je werkt. Een half uurtje valt overal wel ergens tussen in te passen. Maar je bent dus in het weekend vrij. Nou, ik had ook afgelopen weekend was ik vrij. En ik heb echt zo'n lekker weekend gehad. Ik heb echt gewoon. Het was sowieso een heel lekker weekend. Maar die bepaalde energie werd ook gecreëerd door alles wat ik gepoetst had in de dagen daarvoor. En waar ik in het weekend lekker van kon genieten. Dus we zullen zien hoe lang het duurt. Maar misschien vind je het leuk om erop mee te liften. Misschien heb je er ook helemaal niks mee. Alles is helemaal prima. Maar weet in ieder geval dat ik mij naast het breien en haken ook vermaak met mijn emmertje met sop. Oh ja, en ik wil meer doekjes maken. Ik kom dus nu poetsdoeken tekort. Omdat ik meer poets, heb ik te weinig doekjes. En ik heb ooit een gebreid vaatdoekje gekregen van Jo. Van Jo Kunstnijverheid. En die gebruik ik heel graag. Ik heb er zelf ook een paar gebreid. En die zijn echt prima om te gebruiken. Dus ik wil er meer gaan maken. Maar ja, wanneer? Dus misschien wordt dat ook een lekker tussendoorwerkje. Dus, Sarah vermaakt zich. En dat gaat ze komende week ook weer doen. Ik hoop dat jullie je ook vermaken met wat dan ook. Dat je genoeg dingetjes doet waar je hart een sprongetje van maakt. Of dat nou lekker breien of haken is of poetsen of iets anders. Maakt niet uit. Maar zorg in ieder geval dat je elke dag een paar van die momentjes hebt. Want daar word je blij van. En dat maakt dat je lekker in je vel zit. Dus gun jezelf dat ten alle tijden. Ik ga lekker aan de slag met alles. En ik zie je volgende keer weer. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!